voor de Amsterdamse schiphoekroepen met de luchtvaart tot de hartstikke. Dames en heren, in mei van dit jaar kwam dan eindelijk het ontwerp luchtvaartnota uit, met als geestige titel Verantwoord vliegen naar 2050. U kunt het vliegtuig dus niet alleen nemen om bijvoorbeeld naar New York te vliegen, maar u kunt ook het vliegtuig nemen als u in de tijd wil reizen. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We hebben de luchtvaartnota in een eerdere sessie kritisch geanalyseerd en inmiddels blijkt dat wij niet de enige zijn die de luchtvaartnota hebben afgebrand. En dat is het onderwerp van deze videofilm. De luchtvaartnota is afgebrand door allerlei bewonersorganisaties. Op zichzelf niet erg verbazingwekkend natuurlijk. En ik neem er een drietal van door. En omdat de formulering van de reacties nogal nauw luistert, ga ik die gewoon citeren. De eerste reactie die ik ga bespreken is die van de koepel van de Amsterdamse Schipholgroepen. Mythe en illusies. En deze koepel, de KAS, stelt het volgende. De ontwerp luchtvaartnota 2020-2050 baseert zich helaas op een groot aantal mythes en illusies over de luchtvaart en is onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. De mythes hangen samen met de beeldvorming van de luchtvaart, al zou deze van onschatbare waarde zijn voor de economische ontwikkeling van ons land. De illusies betreffen de mogelijkheden om het luchtvaartverkeer maatschappelijk aanvaardbaar te maken. Recente wetenschappelijk onderbouwde publicaties laten echter onomstotelijk zien dat doorgaan met de huidige ontwikkeling van het beleid in toenemende mate tot negatieve in plaats van positieve effecten leidt. De bewoners omgeving Schiphol stellen het volgende. Wij zijn teleurgesteld in de ontwerp luchtvaartnota omdat het geen antwoord geeft op de grote bestaande problemen en uitdagingen voor de toekomst. Schiphol heeft het leefmilieu in de wijde omgeving aantoonbaar aangetast. Geluidhinder en uitstoot van toxische stoffen leiden tot niet te accepteren gezondheidsrisico's. En de veiligheidsrisico's voor omwonenden zijn 10 maal hoger dan toegestaan voor andere bedrijfsactiviteiten. In de maatschappij nemen de zorgen over klimaatverandering en het aandeel van de luchtvaart daarin alleen maar toe. En het draagvlak voor Schiphol neemt steeds verder af. De LBBL, de Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart, zegt het volgende als samenvatting. De Nederlandse samenleving heeft er alle belang bij dat deze koersbepalende verkenning, beleidsnota en het debat erover worden opengebroken om een breed gedragen perspectief en aanpak tot stand te brengen. Wij zien daarvoor als rode draad stevig investeren in het verduurzamen van onze reismogelijkheden, forse vermindering van de geluidsoverlast en luchtverontreiniging en minimalisering van de broeikasemissies door vliegverkeer. Ook de gemeentes hebben forse kritiek. De gemeente Ozaan stelt bijvoorbeeld dat deze ontwerp luchtvaartnota ons op verschillende vlakken ernstige zorgen baart. En vervolgens wordt in de uitvoerige brief worden al deze zorgen nader toegelicht. De gemeente Haarlemmermeer, een belangrijke gemeente omdat Schiphol immers op een grondgebied ligt, heeft een brief ingestuurd van een 7-tal A4'tjes, waaruit we het volgende kunnen kiezen. De gemeente Haarlemmermeer stelt dat er is gekozen voor groei zonder gedefinieerde en genormeerde randvoorwaarden. Ze vinden dat nut, noodzaak, consequenties voor de omgeving niet in beeld zijn gebracht. Met andere woorden, de huidige situatie van de luchtvaart wordt ter discussie gesteld door de gemeente Haarlemmermeer. De samenhang tussen de diverse onderdelen uit de nota is niet duidelijk. Eigenlijk zegt de gemeente daar op ambtelijke wijze. De nota bestaat uit broddelwerk. En zelfs de grenswaarde voor veiligheid, leefomgeving en klimaat is niet helder. Nou, dat is belangrijk voor de gemeente Haarlemmermeer. Daar wonen namelijk mensen en die zijn dus kennelijk niet veilig meer. Uiteraard, dat valt te verwachten, is er kritiek door de milieuorganisaties. Maar als u kijkt naar het logo, ziet u dat het wel erg breed gedeeld wordt. Zelfs grootouders voor het klimaat ondertekenen deze zienswijze. Het is veel breder dan het ooit was. En allerlei argumenten worden naar voren gebracht en de conclusie is het volgende. Het is stuitend dat minister Van Nieuwenhuizen in de luchtvaartnota voor de lange termijn nauwelijks kaders en grenzen stelt aan de luchtvaart. Met andere woorden, de huidige ontwerp luchtvaartnota lijkt een free-for-all te zijn. En dat is een angstig idee. Zelfs de commissie MER is buitengewoon kritisch over de luchtvaartnota. En zij stelt, milieuonderzoek is pas zinvol wanneer de onderzoek besluit om concrete doelen uit te werken en vervolgens bijpassende maatregelen te kiezen.
Met andere woorden, de merk kan helemaal niks met deze luchtvaartnota. Er staat helemaal niets zinnigs in waar een commissie merk iets mee zou kunnen doen. Dat is niet meer dan schokkend. Los van al deze zienswijzen maakt de gemeente Alsmeer ook een belangrijk punt. Namelijk, de gemeente Alsmeer zegt, ja, de discussie over Schiphol is enorm verontreinigd met ruis. Decibellen, geluidscontouren, aanvliegpaden, zoals op het fotootje blijkt. Gaat het daar eigenlijk om? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de mensen die daar wonen. En voor ons, de gemeente Alsmeer, is de huidige situatie verder onaanvaardbaar. En groei zullen wij ook nooit en ten nimmer toestaan. Dit is de gemeente Alsmeer. En het is eigenlijk wel vrij duidelijk dat alle omliggende 56 gemeentes daar zo over denken. De KLM heeft ook zijn zienswijze toegevoegd. En de KLM geeft geen visie op de luchtvaartnota. De KLM geeft de minister orders hoe de luchtvaartnota eruit zou moeten zien. Bijvoorbeeld op pagina 13, paragraaf 1.5.2, bij bullets toevoegen, uitvoeren, NAVO-taken. Paragraaf 39, et cetera. In het afwegingskader graag het gevaar van retaliatie toevoegen. Pagina 41. Zorg ervoor, minister, dat er niet wordt vooruitgelopen op het onderzoek geluid in het kader van de WHO. Pagina 63. Minister, hierbij aangeven dat alle infrastructuur door de luchtvaartmaatschappij zelf worden betaald. De KLM heeft kennelijk heel goed naar Trump geluisterd en begrepen dat een leugen pas een goede leugen is als hij extreem brutaal is. En daar is hier wel het raken van. En tot slot bijvoorbeeld, graag de term commerciële luchtvaart wijzigen in civiele luchtvaart en groothandelsverkeer. Waarom is dat van belang voor de KLM? Omdat de KLM al jarenlang heeft gewerkt aan het gevoel van de blauwe familie. Wij zijn allemaal KLM. Dat is helemaal niet waar. Het is een private Franse luchtvaartmaatschappij die maar voor één ding gaat. Winst maken met een volstrekt verouderd bedrijfsmodel dat vast aan het lopen is. En daarom willen zij natuurlijk de term commercieel er niet in hebben, wat zij zijn, en veranderen in civiel. Dit is de KLM. De KLM geeft orders aan het ministerie hoe de luchtvaartnota eruit moet zien. Nou, dat is zorgelijk als je nagaat dat wij in een zogenaamde parlementaire democratie leven. Samenvattend analyseren wij de kritiek als volgt. En dat is, ik heb het aan de KLM net gedemonstreerd, de luchtvaartsector ziet kans kabinetten jaar in jaar uit richting groei te duwen. De luchtvaartsector schrijft gewoon de luchtvaartnota zelf. En als gevolg is de hinder natuurlijk niet zoals beloofd. Gedaald, maar enorm toegenomen, leidt tot een volkomen gebrek aan vertrouwen bij de burgers. En met deze luchtvaartnota gaat dat nog 30 jaar zo door, tot 2050 namelijk, met grote schade voor de leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en klimaat. Er is geen visie. Er is geen onderbouwing, er is geen concreet doel, behalve ongeclausuleerde groei. Ongeclausuleerde groei tot 2050, alsof er geen klimaatcrisis aan de hand is. De conclusie is dan ook dat er totaal geen draagvlak is voor deze luchtvaartnota. En dat wordt samengevat door de bestuurlijke regie Schiphol, een orgaan dat 56 gemeentes en 4 provincies vertegenwoordigt, die zijn zienswijze eindigt met de opmerking: de luchtvaartnota kan ze in zijn huidige vorm niet op regionaal draagvlak rekenen. De enige plek waar de luchtvaartnota naartoe vliegt is de prullenbak.